Niet alleen in Nederland worden veehouders van hun gronden verdreven. De regering van Tanzania wil in de Loliondo-regio, op de grens met Kenia, ruim 70.000 leden van het Maasai-volk uit hun dorpen verjagen om daar een luxe natuurreservaat te bouwen voor onder andere safaris en het jagen op wilde dieren. De nomaden, gewapend met kapmessen en pijl en boog, laten zich niet zomaar wegsturen van hun grondgebied. So you might kick this generation out, but the future generation will come and redeem what it's truly theirs. If you care to listen, please listen to the cry of my people, of our people, the Maasai. Ja, Freek, er is dus niet alleen in Nederland sprake van onteigening, hè, door de overheid. Klopt, en als je de minister mag geloven, stonden de boeren ongeveer zo voor haar huis met haar trillende kinderen. Dus, maar ja, dat is natuurlijk wel een heel ander geval. Maar het is wel interessant wat er gebeurt. Kijk, in andere Afrikaanse landen worden ook blanke boeren van hun land verjaagd. En ik heb ook wel met die mensen gepraat. En het is natuurlijk opmerkelijk dat, kijk, hier heb je ook te maken met onteigening van boeren. Dat is wel iets heel anders, maar toch zit er ook iets vergelijkbaars achter. Maar het gaat over het loskoppelen van een volk met het land waar ze wonen. En toch, boeren zijn toch als een schakel tussen ons en onze grond geweest. En dat willen ze doorbreken. Ze willen naar een wereld waarin mensen niet meer geworteld zijn, waarin economische zones eigenlijk langs elkaar heen bestaan. En, dus het gaat over een bepaalde manier van denken eigenlijk wel.